Deze week in Nieuwsronde. Huren doe je nu bij Casas wonen. De tweede roman van Joep de Haas verschenen. Al 135 jaar Pontje in Nessersluis. En een impressie van het Cultuurcafé. Begin dit jaar fuseerden GroenWest en Profides. Huurders hebben nu te maken met de nieuwe woningcoöperatie Casas Wonen. Zo'n fusie van twee grote coöperaties, wat wordt daar de gemiddelde huurder nou wijzer van? Ja, de gemiddelde huurder wordt er wijzer van dat we sneller kunnen verduurzamen en de huren betaalbaar kunnen houden. Dat is heel belangrijk. Maar het gaat met name ook om de mensen die nu woningen zoeken. Corporaties fuseren nu in deze tijd met name om sneller en meer te kunnen bouwen. Maar we gaan focussen op de gemeente De Ronde Venen. Hoeveel woningen gaan erbij komen? Nou, de komende twee jaar, dus tot eind 2024, verwachten we toch zeker 146 woningen te kunnen bouwen in De Ronde Venen. Een bijzonder project is de stationslocatie in Meidrecht. Daar is een inschrijvingsprocedure aan de gang. Maar ik heb ook begrepen dat je een motivatiebrief moet schrijven. Is dat gebruikelijk? Nee, dat is niet gebruikelijk. Het complex in de stationslocatie is een bijzondere vorm. Het is een samenwerking tussen de AMAPoort, Leger des Heils en Casas Wonen. Er komen mensen te wonen die vaak nog even het nodig hebben om buren te krijgen die naar ze omkijken. En dat vraagt iets van buren. En dat is de reden waarom er een motivatiebrief gevraagd is. We zoeken dus mensen die het leuk vinden om even een extra oogje in het zeil te houden en het extra gezellig te maken in het complex. En zo krijgen we een complex met, zoals we het noemen, dragers en vragers. En dus is het bijzonder. Het is een leuke samenwerking. We hebben ook te maken natuurlijk met energielabels. Ja. Binnenkort wordt daar de bodemgrens bepaald, dacht ik, op label C. Gaat dat lukken? Ja, we moeten in 2028 van de echt lage energielabels af. Dus de E, F en G labels. Wij verwachten dat we in eind 2025 al van al die energielabels af zijn. U bent gebaat natuurlijk bij tevreden huurders. Zeker. Als ik op de website kijk, dan staan daar reviews. Niet altijd hele positieve reacties. Nee. Met name in de communicatie. Hoe gaat u dat verbeteren? Ja, iedere bewoner die niet tevreden is, is er één te veel. En we zullen altijd blijven proberen om de dienstverlening te verbeteren. En bewoners die niet tevreden zijn, proberen we zo goed mogelijk te helpen. Zichtbaarheid als organisatie voor de huurders. Soms horen de mensen hele lange tijd niets. Hoe gaat dat nou beter worden? Nou, bewoners die krijgen in ieder geval een bewonersblad. En eind van dit jaar komt er weer een uit. Eén die volgens mij helemaal toegespitst is op hoe je kan organiseren om je eigen woningen duurzamer te maken, de energielast te beperken. Maar wanneer er groot onderhoud plaatsvindt of er andere zaken gebeuren in de wijken of in het eigen bezit, dan krijgen mensen daar wel een bericht over. Daar waar we tekortschieten in de communicatie, moeten we zorgen dat we met nieuwsbrieven of met communicatie op onze site en op social media dat verder verbeteren. Wat mij betreft, wat kan er beter? We zouden nog sneller willen bouwen. En daar hebben we gemeente, provincie, Rijk en andere partijen hard voor nodig, aannemers. En dat zullen we sowieso doen. En de dienstverlening verbeteren, dat moeten we iedere dag doen. Joep de Haas uit Amstelhoek heeft zijn tweede boek afgeleverd. We spreken hem over de naakte waarheid en andere leugens. Heel bijzondere titel. En juist dat tweede gedeelte, de naakte waarheid en dan dus andere leugens, heeft uiteraard een cynische ondertoon. Dus het gaat over iets wat losstaat van de realiteit. En daar moet juist onze hoofdpersoon ook mee te maken krijgen.
Nou, de hoofdpersoon Henry, een jonge schrijver die al verschillende studies heeft uitgeprobeerd. Ging weer rechten doen, ging economie doen. Lukte allemaal niet zo heel erg. Totdat hij zijn eerste boek uitbrengt. Komt onder bij een hele grote uitgeverij. En gaat op zichzelf wonen om te kunnen werken en zich te kunnen focussen aan zijn tweede boek. Maar uit gevolgen van de coronacrisis en de daarmee voortzettende digitalisering, het bedrijfsleven, maar ook het sociale leven, vindt het wel goed zo dat we alles zoveel mogelijk digitaal doen, raakt hij in een soort isolement. Hij is eenzaam, hij spreekt zijn vrienden niet meer, zijn familie niet meer. En hij glijdt eigenlijk steeds verder weg van de samenleving en uiteindelijk ook de werkelijkheid. Hij raakt depressief en gedesillusioneerd. Totdat hij toch de liefde van zijn leven weet te ontmoeten. De vanzelfsprekendheid van sociale interactie kwam op losse schroeven te staan toen onze mediageile zorgminister nogmaals besloot het land per 15 december te sluiten. De zoektocht naar, nou ja, naar iets van contact kon ik dus alweer staken. De psychologiefaculteit, nogmaals aan Leiden, had er heel freudiaans voor gezorgd dat er genoeg afstand was tussen de studenten en hoogleraren om de eerste maanden uiteindelijk maar 2 mensen te leren kennen. Ik was echt alleen. Mijn ouders had ik na mijn vertrek nauwelijks gesproken en ik belde ze eigenlijk ook niet meer op. Met name deze passage heeft heel veel betrekking op wat ik om me heen heb gezien. Ik heb het geluk gehad dat ik veel mensen om me heen heb gehad, ook tijdens die periode. En dat ik nog steeds niet weer van het digitale leven ben, maar toch echt van de sociale interactie. Maar ik zie mensen om me heen en ook vrienden van mij die er heel veel moeite mee hebben en als het ware ongelukkig zijn geworden. En dat heb ik hierin proberen mee te nemen. Joep is een druk baasje. Naast het schrijven studeert hij ook nog rechten in Leiden. Dit voorjaar deed hij ook mee aan de raadsverkiezingen in de Ronde Venen. Nou, het inwonerscollectief, wat een hele leerzame periode was. En ook juist daarin, waarin ook bepaalde fragmenten uit het boek op geïnspireerd zijn, heb ik wel gemerkt dat er niet altijd alleen maar wantrouwen is, maar dat men echt helemaal klaar is met de politiek. Dat ze er niks meer mee te maken willen hebben. En dat gaat heel erg in op dat absurdistische element. Wat dus betekent dat mensen de wereld zoals ze hem zien totaal gek vinden. En gewoon doen wat ze zelf willen. En dat is iets wat ik heb meegenomen. Weliswaar wel heel erg geromantiseerd in een boek. Ik zie het vooral zo dat ik graag midden in de maatschappij wil blijven staan. Veel verschillende opvattingen wil meekrijgen. En dat wil ik ook blijven doen. En uiteindelijk komt dat hopelijk ook het schrijven ten goede. Met alles en iedereen die ik tegenkom. De Pont Benessersluis kent een aardige geschiedenis en zet al geruime tijd mensen over de Amstel. Waarschijnlijk een ruim 135 jaar geleden. Dus echt in de jaren 80 van de 19e eeuw. Je weet vroeger, hè, als je een bepaald gedeelte van een weg benutte of je ging een brug over, dan moest je tol betalen. En dat geld, dat verdween in de zakken van het Heemraadschap. En toen dus de gemeente Waverveen probeerde om een veerpont aan te leggen, begin 19e eeuw. Toen begonnen ze te stijgen, want dat zou dus wel eens kunnen leiden tot een verminderde inkomsten van de tol. Die pont die is er ook niet gekomen, begin 19e eeuw, totdat in de jaren 70 van de 19e eeuw de Waverveense plassen werden drooggemaakt. Dus de polder Groot Meidrecht die we nu hebben, die is iets van 150 jaar geleden ontstaan. Toen probeerde de maatschappij die polder droog maakte, dat was een commerciële onderneming, maar die probeerde toen een pontvier weer in de vaart te brengen, omdat dat natuurlijk een leuk argument was voor de boeren die het land moesten kopen. En toen in 1880 het waterschap Groot Meidrecht werd opgericht, toen kreeg hij dat op zijn bordje. Met andere woorden, de brug was er eerder dan het vier. De brug was er eerder dan het vier. Ja, en ja, dat was het probleem. Ja. Dus ze zeggen, als je een weerpont wil hebben, dan mag je daarvoor betalen. Maar zo rond 1880 is die pont gaan varen. Hoe zag nou zo'n eerste pont eruit? Was dat te vergelijken met de pont zoals we hem nu nog kennen? Nee, dat denk ik niet. Nee, nou ja, je hebt de foto's gezien waarschijnlijk van de pont rond 1900. Dat was een houten bak
Dat houten vaartuig heeft dienst gedaan tot 1975. Toen is er een metalen pont in de plaats gekomen van het houten met een motor. En die is tot vorig jaar in dienst geweest. Dus vanaf 1975 tot 2021. In het enorme gebied van Waverveen woonden maar 550 mensen. En toch was er die behoefte aan een pontveer. Ja, omdat dat, daar gaat het weer om het geld. Ze dachten daarmee geld te kunnen verdienen. Dat was de gedachte in ieder geval bij de provincie Noord-Holland. En het was natuurlijk een prachtige manier om aan de overkant te komen, waar je dus betere verbindingen had. Aan deze kant, aan de Waverveense kant, was het armoedtrof. Het is zwaar werk geweest, wat ik ook kan zeggen, van de pontbaas. Het lijkt een hele leuke baan natuurlijk. Maar ik weet wel dat het hele lange uren waren. Ze begonnen om 4 uur 's ochtends te werken en eindigden dan om 9 uur 's avonds. Dat was de familie van Schaik vanaf ruim 100 jaar inmiddels. De laatste teller die is nu nog actief op de pont. Ik herinner mij ook wel dat ik wel eens een paar minuten langer moet wachten. Dat Jan van Schaik zegt van sorry, maar ik wou even mijn eten opeten. Alles willen proeven, zeg maar. En als daar geen ruimte voor is, dan blijft ze heel erg in een eigen leventje, cocon inderdaad. Het cultuurcafé streek vorige maand neer in jongerencentrum Tumult. Onderwerp van gesprek was hoe jongeren uit de Ronde Venen kunst en cultuur kunnen beleven. En dat is zonde, want ik denk dat er zoveel meer mogelijkheden zouden zijn voor jongeren om zich te ontplooien, of om talent te ontwikkelen, als daar ook de ruimte voor wordt gegeven, figuurlijke en letterlijke zin. En ik denk dat dat een uitdaging is voor iedereen om te gaan creëren, zeg maar. Het is toch wel lef hoor, om te komen op je zondagmiddag hier voor het Cultuurcafé. Dat is het leuke, want het gaat over cultuur, het gaat over jongeren. Wat kan hier in Apkoude, wat kan in Baanbrugge, maar wat kan in de gehele gemeente de Ronde Venen? Op lokale politieke agenda zijn jongeren en wat ze willen is heel vaak een vraagteken. Het is heel vaak dat toch de vraag van goed, wie zijn die jongeren, wat willen ze, waar staan ze voor, wat moeten we met ze? Dat is ook een beetje een dingetje. Ik zag het helemaal voor me, het boomje kan met je weet wel. Ik zei dat het jullie er allemaal zijn. Ja, misschien toch even de gasten hier, want Tumult. Ik zei al, ik kom uit Apkoude. Ik ken de geschiedenis, de roemruchte geschiedenis van dit honk. Dat was het summum van Tumult, waar hier ook echt voor jongeren de danceparties, de techno, onder andere hier de oorsprong heeft gevonden. Dat was een fantastische tijd voor mij als jongere om daarbij in zo'n rechts een beetje bij betrokken te zijn. Aan beide kanten van de bar. Dat er even 3 mannen zijn die zeggen we pikken het opnieuw op en we zorgen dat het weer gaat gebeuren. In Apkoude hoort iets te zijn voor jongeren. Een plek waar we bij elkaar kunnen komen. Waar veel cultuur kan plaatsvinden. Het zou toch zonde zijn als dat weggaat. Dus daar hebben we ons inderdaad hard voor gemaakt. En ja, we zijn ook heel blij dat dat gelukt is. Het feit dat we hier vandaag zitten is mede omdat we met de gemeente samen dit pand hebben kunnen verbouwen. Ik heb het nou in het coalitieakkoord te werken gekregen. Het is wel de bedoeling dat we daar de vruchten van plukken. En wat de bloed betreft, het is altijd een laboratorium geweest. En dat liep door alle generaties heen. En de jongeren waren het uitgangspunt, maar er werd door alle troubadours en kunstmakers werd er gebruik van gemaakt. Dus, En ik zou eigenlijk willen dat de gemeente dan ook accepteert op het moment dat je zo'n plek gaat openen. Dat er dan ook, er wordt geluid gemaakt, het is er gezellig, er zijn mensen. En dat er dan niet, zoals wat er eigenlijk vroeger gebeurde, dat van al die plekken juist dicht gingen. Omdat er was overlast en er lagen sigarettenpeuken op de parkeerplaats. En het was er te druk. Ja. En dan denk ik, maar dat hoort wel bij een plek waar cultuur gemaakt wordt. En... Dank jullie wel. Dit was Nieuwsronde van deze week. Heeft u ook nieuws te melden?
Laat het ons weten via redactie@rtvrondevenen.nl.